Zo, 10.000 stappen hebben we gehad. Nu komt de rest er nog bij. Verder met de avondloop. Wow. Grappig, jongens. Heel erg gaaf. Waar zou ik over beginnen? Eigenlijk nergens. Maar wat mij dus opvalt... Oké, we beginnen weer ergens over. Grappig, hè? We liepen dus van laag naar hoog. En dan heb je hier dus een soort van kleine verhoging voor dat dus. Dus daar liepen we. En toen konden we eigenlijk aan alle kanten de horizon zien. Dus daar. En we konden schuin afkijken naar die kant. Dus... één duim naar boven. En je hebt aan alle kanten afstraling met satellieten, zeg maar. Dus als je hier een richtschotel neerzet, zou dit een ideale plek daarvoor zijn. Dat is wel erg grappig, jongens. Dat we dit nog even mee konden pikken, zeg maar. En daar kun je ook heel ver van je afkijken. Maar we hebben meerdere berekeningen gedaan. Maar... er klopt iets totaal helemaal 100% totaal niet. Dus ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar... Het is elke keer 100 meter, 103, 104. Er zijn stukken waar ik geweest ben, dan ben ik op 114 meter gekomen. Net op de bovengrond. Het hangt er een beetje tussenin of het nou wel of geen 114 meter is geworden... Dus kijk, en als je dus daar kijkt, dan zie je heel duidelijk dat die toppen daar ruimschoots bovenuit steken. Dus we gaan het hele gebied nog even opnieuw doorscannen. En dan gaan we eventjes kijken of wij wel degelijk het hoogste punt kunnen gaan vinden. Want ik zit elke keer te zeggen van yes, ik heb het hoogste punt bereikt, 111 meter. Niet dus, er klopt geen reet van. Wow, dat is één ding wat 100% zeker is. Dus wow. Echt wel super grappig, jongens, dit. Hey, ook alweer omgezaagd. Ja. Oh. Kijk, en je ziet het heel duidelijk. Dit is zo goed als vlak. Het loopt van laag naar hoog. En dan heb je dus daar 405 meter. Zo plus minus. Heb je daar ook weer die heuvel, die pakt hij ook. Maar er zijn toppen, die zijn extreem hoger. Die slaat hij gewoon over. Dus ik heb het al heel vaak gezegd. Iedereen die zegt van ja, dit en ja, dat. Er klopt geen zak van. Echt, er klopt helemaal niks van. Wow. Die satelliet die pakt steeds deze hele vlakke stukken. En dan scant hij er op de een of andere manier schuin langs. Of hoe hij dat ook doet. En die berekeningen zijn helemaal fout. Dit soort plekken pakt hij ook niet. Die slaat hij gewoon radicaal over. Oké. Kijk, let op. Kijk goed naar het beeld. Daar gaat het omhoog. We hebben zelf een schuine berekening gemaakt van die kant... En dan blijkt dat hij gewoon letterlijk, hij pakt dus letterlijk dat stuk, scant hij af en dat slaat hij dus over. En dan maakt hij weer een nieuwe berekening op dat punt. Terwijl hij dit daar gewoon letterlijk overslaat. Toen hebben we die andere beelden erbij gepakt, de nieuwste. En dan blijkt hij gewoon letterlijk dat stuk gepakt te hebben. Maar niet dat hoge punt daar. Dus het is allemaal wel even net, net bijna goed, maar net niet dus. Wow. Kijk die mooie zonsondergang daar. Super gaaf. Jongens, welkom bij een nieuwe weekendvideo. Daar zijn we hard aan toe, jongens. Oké, waarom moet hier nou weer opeens zand liggen? Hebben ze de paddenstoel eruit getrokken of niet? Nee, die staat er nog. Ook zoiets, hè? Dan kondigen ze aan, alle paddenstoelen in Nederland gaan weg. Want het gaat allemaal via de app. En ze staan er nog.
Grappig, jongens. Nou, mij benieuwen of de blikjesautomaten 1 april wel doorgaat. Nee hoor, 1 april wordt weer 1 maand later. Oh. En zo ploeteren we maar door, jongens. Kijk, ze hebben de hele rand weggekapt, of niet? Ja, alles netjes naar de vlakte gebracht. Waarom, weet ik niet. Maar hele strook hebben ze helemaal plat gemaakt. Je kan gewoon helemaal van je afkijken. Ik kwam laatst via de andere kant, dus ik had die hele stocht gemaakt van 10.000 stappen plus de rest. En dan kwam ik hier de beruchte YouTuber tegen. Die was hier met zijn dochtertje. Hij wou met alle geweld naar boven. Mooi man. Oké, dat gaan we nou ook even doen. Even kijken. Zo. Ja. Nou, even klimmen. We gaan voor. Even wel op een veilige manier doen. Zo. Eén moment. Ik moet mijn camera letterlijk in mijn mond houden, jongens, bijna. Even kijken, jongens, even naar boven. Stond er nou betreden op eigen risico beneden? Ja. Oké, dat weten we dan ook weer. Dus als we vallen, is het onze eigen schuld. Blijkbaar. Nog eentje naar boven. Nog eentje. Al even rustig doen. En dan even goed het hek vastpakken. Yes, we kunnen over alles heen kijken. De coördinaat staat er nog steeds, of niet? Ja, 5202395 Noord en 005-59259 East. Even kijken of ik mijn tas met de camera hier neer kan droppen. Zeker vast kan houden. Ik wil bijna zeggen, het is net even weer iets anders aan de Mount Everest beklimmen. Yes, we zijn er. Oké, jongens, let op. Let op, kijk hier. Oeh, wow. Mooi, hè? Even kijken. Kijk. 5202395 Noord en 005 39, nee, 59, denk ik, 259 East. Ik hoop dat ik het goed zeg, ik weet het niet 100% zeker. Oh. Ah, Linda is geweest. Even kijken, wow, ze hebben een heel mooi uitzicht hier. Wow, ze hebben alles weggekapt. Kijk dan, er staat geen ene boom meer hier. Het is helemaal kaal geworden. Even kijken, yes. Zetmast. Even kijken of ik de camera iets rustiger kan houden, want het is ook 10 keer niks. Zo. Yes. En ook die zetmast kun je een heel stuk beter zien. Dus daar is het bos ook verlaagd. Op de een of andere manier. Oké. Okay. Oké, ik probeer hem nog rustiger te houden. Laatst hebben wij... Eén moment, even kijken, wat is dat? Oké, niets dus. Laatst hebben wij die hele tocht van 10.000 stappen zo gemaakt. Zijn we daar wezen krioelen, zeg maar. We hebben dat stuk nog... Nee, ik zeg het verkeerd. Wacht even, waar zit ik nou te kijken? Nee, wij zijn hier uitgekomen. Dit pad. En dan hebben we wel een keer die... zijkant gepakt achter die heuvel. En toen zijn we helemaal tussen dit... Even kijken, zag ik dat goed? Ja, tussen dit en deze rand zijn we wezen lopen. En toen zijn we helemaal zo gegaan. En dan hebben we ergens dit of dat pad erachter gepakt. En toen zijn we via die hele lange weg... zijn we dus hierheen gelopen. En dat was best wel een mooie tocht. Dit hele gedeelte hebben ze dus nu weer afgesloten. Vroeger kon je daar gewoon afbuigen. Die kant heen. Maar dat is allemaal rustgebied geworden. Waar ik dus nu op inzoom, zeg maar. Even kijken. Zeg ik dat goed? Moet ik heel even kijken of de camera wat bij wil kleuren. Iets hoger. Zo, ja. Kijk, en nu zie je pas heel duidelijk... wat van hoogteverschil daar nog in zit. Want je hebt heel duidelijk daar een verzakking... Maar ik zit heel even te kijken, want
Even kijken of dat een interessante plek is. Bingo, raak. Yes, we hebben hem. Daar willen wij ook nog een keer gaan kijken. Even kijken, iets bijdraaien, zo. Ja. Ah, kijk. Er valt nog veel meer te zien, zie ik nu. Oké, dat is heel jammer, want nu gaan we wind krijgen opeens. Wow. Even kijken. Kijk, het luik zit dicht. Verder beklimmen verboden waarschijnlijk. Maar dat kan ook niet, want het luik zit dicht. En dan heb je daarboven... Heb je nog iets anders? Ik hou mezelf wel even vast, want ik heb geen zin om hier eraf te donderen, zeg maar. Wauw, dit ziet er super geweldig uit. De Duitsers waren weer bezig met die Mannschaft, dus met het voetbal. En je ziet het, rustig in de natuur. Even kijken, wat horen wij? Er zit een kraai ergens. Oh, daar heb je ze. Oh, wacht. Deze maakt het geluid. Ja, ja. Yes, bingo, raak. Hij vliegt precies naar dat stuk waar ik toen laatst in het bos zaten. Waar ik laatst in het bos liep. Waar al die kraaien uit de boom vliegen. Die gaan dus nu, met hele groepen gaan ze daar landen. Waarom ze daar continu elke keer zitten, geen idee. Oh, even kijken hoor. Even hier... Omhoog, maar even. Ja, ik sta goed. Daar is het gat, hè? Niet hier, wel. Even kijken. Oh, die weerhaken die daar zitten, mooi, hè? Oh, ze zijn weer verbogen. Vroeger zaten ze recht. Heel erg grappig. Even kijken. Wacht even, we gaan even een test doen. Of we wat zien. Nu kunnen we toch over alles heen kijken. Nee. Ik wil even heel goed uitkijken dat ik geen stap naar achter zet, want daar zit het luik pal achter mij. Kijk naar al die boompjes die daar staan. Oké, het is heldere lucht. Ik kan er niet echt zeggen dat er heel veel smog in de lucht zit. Het valt wel mee eigenlijk. Je kan redelijk ver van je afkijken. Kijken. Ja. Even verder naar die kant. Is ook wel een leuke plek. Ik weet alleen niet wat dat is. Het is half afgezaagd of iets. Of het is een... Geen idee wat dat is. Wacht, staat er nog wat? Nee? Even kijken. Dat is ook een vette bosrand. Oh, het is alleen behoorlijk koud hierboven. Ik heb geen handschoenen. Ik heb wel handschoenen bij me, maar niet aan. Dat is ook wel lachen. Ah, kijk, dat is het resultaat. Daarom kun je dus zo ver van je afkijken aan alle kanten. Even kijken. Oké, we gaan naar beneden. We gaan dit hele stuk even aflopen. Daar hebben we nou zin in. Even kijken. Hey, bingo, wat was dat? Wat was dat? Wat was dat? Ik zag daar wat. Wat was dat nou? Oh, de lampen van de windturbines gaan aan. Die steken hier net blijkbaar boven. Kijk maar. Oeh, dan zit je hier op behoorlijk grote hoogte, want ik weet niet precies welke dat zijn. Daar staan de twee en daar zie ik er ook nog één of twee, één sowieso. En daar zit je dus nu eigenlijk met je ogen, letterlijk bijna over boven het motorhuis ben je aan het kijken op deze hoogte. En dan heb je gewoon deze hele afgrond nog naar beneden. Kijk maar. Oeh. Wow. Het is iets te laag voor een parachutesprong, maar goed. Oh, grappig jongens. Het is weer iets te laag voor een parachutesprong, wow. We gaan naar beneden.
Ja, grappig. Wacht, we gaan eerst even checken of er geen fietsers of wielrennetjes aankomen. Nee, helemaal niemand, denk ik. Ik weet het niet zeker. Ik weet niet wat er helemaal achteraan gebeurt. Maar wel heel erg grappig. Zo. Oh, wacht. Ik heb een GPS-meting nog niet gedaan. Dat is ook heel belangrijk. Het is 6:04 en het is nog licht. Even kijken. Even een GPS-meting doen. Ja, dat maakt ook eigenlijk geen ene reet uit. Die coördinaat die daar staat, komt ook overeen met deze coördinaat. Dus ik laat gewoon even zien. En dan praten we waarschijnlijk over ruim boven de 100 meter. Zo ongeveer waar je hier staat. Hij is nog aan het bijtrimmen. Hij zal wel omhoog gaan. Het kan zijn dat hij door de camera wordt afgeleid. Oh wacht, het is 6:03. Nee, 6:03 is het. Zal ik alleen heel even kijken wat hij bij deze coördinaat zegt. Ik heb er namelijk nog één. Oh, die klopt dan niet. Eén moment, zal ik hem even anders zetten. Zo. Even kijken wat hij doet. Ja, kijk, 96 oplopend naar 97 waarschijnlijk. Ja, ik denk dat de hoogtemeter storing heeft van mijn signaal van de camera. Daar ga ik nou wel van uit. Want hij blijft stilstaan en normaal moet hij omhoog lopen. Oké. Grappig. Het kan natuurlijk ook zijn dat de coördinaat ook iets afwijkt. Dat hij hem waarschijnlijk misschien daar aangeeft. Hier of daar zo ongeveer. Of misschien schuin in de toren. En dat komt door het signaal van mijn camera. Dat hij de GPS misschien iets beïnvloedt. Anders was het wel exact tot op de meter nauwkeurig geweest. We gaan naar beneden, jongens. Ik heb het gezien hier. Wauw. Zo. Oh, ik zit hier vast met mijn tas, jongens. Kijk, jongens. Heel even kijken of ik mijn hand helemaal naar beneden kan doen. Dat ik in één keer een heel stuk ga. Kijk, dat gaat een stuk sneller. Oh, mijn hand zit vast boven. Eén moment, nou niet meer. Yes. Oh, ik wil bijna zeggen, zijn we er al? Nee, we moeten nog een stuk naar beneden. Het zijn nog 2 treden. Yes. We staan er. Wow. Kijk even naar dit grote betonnen stuk. De trap. En dan... Ja, alles maar naar boven toe, jongens. Kijk eens even, de brandtoren. Heel erg gaaf ding, jongens. Altijd genieten, zo'n object. Altijd herres, altijd herres. Wow, mooi man. Ah, wow. Zo, het was best wel koud daarboven. Prullenbak nummer 1 en prullenbak nummer 2. Mooi, hè? Even kijken, de zon staat daar. Dus we hebben nog even. Ja, ik denk dat ik zo ga lopen. Zo, en dan weer terug. Waarom niet? De zon is nog niet onder. Kijk even hier. Naar dit mega uitzicht. Oh, wacht. Even kijken. Oh, kijk. Hier zitten van die dingen aan, zie je dat? Een soort dennenappels. Ze gaan dan open door de warmte van de zon, zeg maar. Kijk dan, dit mega zandpad.
Oh, je kan hier echt ver van je afkijken hier. Kijk, ze vliegen allemaal één kant heen. Allemaal naar dat donkere bos, zeg maar. En dan gaan ze dan landen en dan gaan ze dus de hele nacht verblijven, zeg maar. En dan buigen ze zo dadelijk af naar die plek en dan gaan ze daar landen. En dan vanaf hier gerekend, ik denk 2 kilometer verder, zo ongeveer, buigen ze dan af. Wow. Aan alle kanten zitten ramen. En waarschijnlijk zijn ze iets beslagen, ik weet het niet. Het kan zijn dat er een gast aan het slapen is op een matrasje binnen, je weet het maar nooit. Want waarom zijn de ramen beslagen, weet je? Oh, dat zegt mij al genoeg. Goed, even kijken. Even een test doen. Oké, hij is al lager, dus we moeten die kant heen. Anders gaan we dat niet meer halen voor zonsondergang. Dus dat gaan we niet redden, dat ene hele lange stuk. Dus we gaan even de binnenweg nemen. Wow. Ik had eigenlijk ietsjes vroeger moeten zijn, maar ik was nog even met de computer bezig. Even een heel lang telefoongesprek nog gehad. Dus dat kwam er ook nog even tussendoor. Dus ik hoop dat ik morgen iets vroeger ben. Tenminste, ik trek er wel iets vroeger voor uit, zeg maar. En dan gaan we aankomende dagen, want een DJ was al helemaal aan het flippen. Jongens, we gaan sneeuw krijgen en al die dingen meer. En toen hoorde je dat zijn microfoon bijna omviel. Ik denk, sneeuw krijgen? Ik denk, huh? Wat is dat? Ik wist dat het kouder werd, maar sneeuw heb ik niks van gehoord. Dus ik ging even het internet afspeuren. En jawel hoor, de eerste meldingen van sneeuwval, dat het misschien gaat komen, zijn officieel al binnen. Dus ik ben benieuwd of we sneeuw gaan krijgen. Het is wel koud genoeg daarvoor. Dat is één ding wat zeker is. En even de atmosfeer bekijken, hoe die er nu uitziet. Ja. Oké, het zijn nog geen sneeuwwolken, maar... Ja, wat zou ik ervan zeggen? Qua gevoel, want ik loop nou zonder handschoenen. En het is nou windstil? Even de test doen. Zo goed als windstil. Het beweegt wel heel iets. Kijk maar. In het midden van het beeld. Maar het is bijna zo goed als windstil. En je zit hier op hele grote hoogte. Dus ik denk dat het gewoon in de lagere steden hieromheen, dat het gewoon windstil is. Dus ja, wat ze zeggen, sneeuwval. Ik denk wel dat ze gelijk kunnen hebben. Dus ja. Nou, maar even wachten totdat er een regenfront in Nederland gaat komen. Die ik nog niet gezien heb op het moment. Maar mocht er een regenfront richting Nederland komen en Nederland bereiken, dan gaan we denk ik sneeuw krijgen, jongens. Dus maak je bos maar nat, jongens. Ik ben er helemaal klaar voor, zeg maar, voor de sneeuwval. Ze hebben een plank gemaakt met een bord. Waarschuwing voor wilde dieren. Hooglandertjes. Nee, hij klapt dus niet vanzelf dicht. Dat is niet zo heel goed gemaakt. Dan zou hij gewoon open kunnen blijven staan. Oké, dan wat doet hij nou? Oh, daar gaat hij wel mooi in. Hoppa. Geschlossen und entsichert. Wow, wil ik bijna zeggen. Welkom in Berlijn. Wow, maar dat zijn andere tijden, jongens. Wow. Even kijken, we gaan dit stuk even aflopen. Kijk, en ik blijf het zeggen, check dit af, deze vlakte. Het ziet er zo goed uit als bijna helemaal vlak. En kijk even daar, die top komt er achter die boom bovenuit en dan heb je daar ook zeker iets wat hoger loopt, kijk maar. Dat is nu heel duidelijk te zien. En dan heb je dat hele punt daar. Wat er heel erg interessant uitziet. En ik weet niet precies waar ik toen gestaan heb, maar ik heb ergens op een hoog punt gestaan. Dan kon ik het zendstation van Radio Kootwijk kon ik letterlijk opkijken. En dat heb ik maar één keer gezien op een heel klein punt. En als je maar iets afweek, was die gewoon niet zichtbaar meer. Direct niet.
En ik heb al verschillende metingen gedaan van zo die kant op. Ik denk dat het haast onmogelijk dat je dat zendstation kan zien, maar blijkbaar toch wel. Er zijn bepaalde punten waar je hem kan zien. Wat gebeurt daar? Er komt rook boven de bomen uit. Oké, wacht even. Oké, nou hebben we het. Het is P2000 antenne, waarschijnlijk. Afwijkend naar rechts. Waar rook bovenuit komt. Eén moment voor de bocht en dan een lijn trekken die kant heen. En de brandtoren. Oké, we gaan hem vanavond opzoeken. Even kijken of we het kunnen vinden wat het is. We zijn heel benieuwd, jongens. We zijn weer nieuwsgierig geworden op iets. Een rookpluim boven de boom. Eén moment. Nee, dat kan helemaal niet zijn, want die zit helemaal aan de andere kant. Waar ze dat vuil verbranden. Dus het is daar nog tegenover, helemaal. En dan praat je over hoeveel tientallen kilometers? Eén moment. Dat is dus 3, 2, 1. Bats. En dan moeten we dat er nog bij rekenen. En dan zijn we hem kwijt. Oh, er zit een boompje tussen. Oké, die berekening gaat dus niet lukken vanavond. Maar goed, we hebben ons best gedaan. Heerlijk, jongens. Jongens, we zijn met première video's aan het maken voor het weekend. En punt 1, het is helemaal stil in de natuur. Punt 2, die manschaf of de voetbalwedstrijd is aan de gang, Duitsland. En punt 3, totaal geen mens. We zijn helemaal alleen hier blijkbaar. Moet je nagaan op zo'n hele grote vlakte. Je kan hier letterlijk gewoon tientallen kilometers aan alle kanten van je aflopen en je komt niemand tegen. Even kijken of we de grote hooglander wildwissel weer kunnen spotten. Er is hier een wildwissel waar altijd, daar zitten altijd hooglanders onder. Die zijn daar aan het rusten op dat stuk. En als ze dan water willen drinken, dan gaan ze dit pad aflopen en dan gaan ze hier de wildwissel op. En dan gaan ze zo helemaal naar een waterplas lopen die ergens daar in de savanne moet zijn, wil ik bijna zeggen. Op de open vlakte tussen het riet. Oh, mijn hand plakt aan de camera vast. Het is al bevroren blijkbaar. Yes. Lachen. Even kijken. Ja, kijk. Dit is de wildwissel. Kijk goed. Het zijn er twee. Hier is een ingang. Daar is een ingang. En dan loopt hij helemaal hier. Helemaal de savanne op, wil ik bijna zeggen. Het veld. En dan zal ergens, ik weet niet precies waar, daar wel iets van een waterplas moeten zijn. Of dat het afbuigt naar die kant of naar die kant, geen idee. Ik zal het vanavond eens eventjes kijken via Google Earth waar deze helemaal naartoe loopt. Wauw, geweldig. Oh, ik had bijna binnen Ik was bijna binnen blijven zitten. Ik denk van, ja, het is misschien net te laat. We wouden heel ergens anders heen, weet je. Ik denk, ja, dat gaan we qua tijd niet redden. Ik denk, nou, dan gaan we deze hoek even pakken. Even een lange weekendvideo maken. Van meer dan een half uur, zo ongeveer. Wat wou ik nou eigenlijk zeggen? Hé, hey, wacht even. Wat was dat? Dat was een... Eén moment. Waar zag ik dat? Ja, het was een lichtflits. Een felle lichtpunt bij die bomen ergens. Nou weet ik niet precies of het precies aan de horizon was of halverwege die boom. Maar dat was een lichtpunt net. Kan zijn dat er weer ergens een windturbine aangeschakeld wordt. Oh, je kan hier echt heel ver van je afkijken. Wacht, voordat ik hier het bos in ga, let op. Moet je die vette bos gaan zien? Wow, jongens, kijk dan. Dat zijn gewoon kilometers die je door het bos kan lopen, waar je gewoon niemand tegenkomt. Ik probeer de camera zo stil mogelijk te houden. Ik heb het alleen steenkoud, dus ik loop heel iets te beven. Letterlijk van de kou, zeg maar.
Maar dit is wel super mooi om te zien. Kijk, je ziet daar ook dat letterlijk de zon onder aan het gaan is. En die stralen die ketsen gewoon de ruimte in, zeg maar. Zo, ik ga weer de beschutting van het bos in hier. Het wordt mij op het open veld een beetje te koud. Zo. Oh, welkom. Oh. Even kijken hoor. Hier even langs lopen. Kijk dan. Wauw. Dit ziet er geweldig uit, jongens. Een lichte steen. Hier moet ergens die geocache liggen. Hè? Er was laatst een meneer met een zoontje, volgens mij. En die was al in het boekje aan het schrijven hier zo. Ik heb het idee dat ze het ding hier ergens begraven hebben. Ik zal eens even kijken. Nee, dat kan niet. Ik heb een oud systeem op mijn GPS staan. Die wordt niet aangegeven. Moet ik even kijken of ik een nieuwe kaart voor die GPS kan krijgen. Of even op de computer kijken of die misschien wel aangegeven staat. Ja, de vader stond hier. En de zoon die was hier in het boekje aan het schrijven. Dat was op dit punt. Zo, waarom laat die takken steeds los? Goed, we gaan even hier het bos in. Oh, ik heb steeds ruzie met takken. Laatst schoot er ook al eentje in mijn ogen, weet je. Oh. Kijk dan hoe dit eruit ziet. Grappig, hè? Kijk dan deze hele vette lage bosrand hier. Ik heb het koud, we hebben de handschoenen bij ons. Het is bijna om het vriespunt, jongens. Kijk, dan moet je zien. Kijk dan naar dit hoge gras hier, wat hier staat. Oh. Ik wil bijna zeggen, bijna de derde keer. Oh, nu vloog er zo'n tak, zo'n spriet in mijn oog. Oh. Zo, mijn oog is helemaal aan het tranen. Oh, man. Die liep toen een grote hooglander in ergens. Die liep toen hierin en die verdween daar helemaal het bos in. En toen kwam die later ergens, want ik liep toen op het open veld, kwam die schuin eruit. En toen pakte die wildwissel. Ik hoop dat dat ook op deze video staat. Toen ging die verder lopen. Oh, wat is dit nou? Oh, oké. Okay. Kijk dan naar dat graslandschap hier. Oh, dat is best nog wat. Oh, dat is heel dik. Dat is de ideale vogelbeschutting. Als hier een vogel ingaat, dan zou die echt. Oh, dat is warm of niet? Ja, binnen is het warm. Kijk dan deze lage beschutting hier. Oh, mijn hand zit aan de camera geplakt van de kou. Mooi, jong. Wacht even die atmosfeer in de gaten houden. Kijk dan, die wolken. Er zit eigenlijk weinig beweging in. Kijk maar. Dus als er sneeuw zou gaan vallen, dan blijft het hoogstwaarschijnlijk ook heel lang sneeuwen. Nou hoop ik dat de atmosfeer nog iets afneemt qua snelheid. Want let even op. Er zit iets beweging in. Maar zou er een lage drukfront komen, waar ik nu wel van uitga, want het zakt steeds af. Dan gaat hoogstwaarschijnlijk die lucht nog iets langzamer bewegen. Mocht het dan gaan sneeuwen, dan gaat het waarschijnlijk langdurig sneeuwen. Dus ja, we lopen nou dat allemaal aan te kondigen. Van er gaat sneeuw vallen en al die dingen meer. Maar die DJ die ging zo af in de studio opeens. Dat er opeens
Ja, sneeuwval in Nederland. En je hoorde dat die microfoon bijna omkikte in zijn studio, weet je. Ik denk, nou, ga maar even opzoeken, weet je. Want in één keer zo'n kreet opeens van... Ja, dat verwacht je ook niet altijd. En vooral niet van hem, weet je. Dus ik denk dat hij wel vrijwel zeker is van zijn zaak. Daar ga ik wel vanuit. Ah, grappig, jongens. Even kijken, even verder lopen, jongens. We moeten nog een hele tocht. Kijk dit. Je ziet hier weer heel duidelijk een wildspoor. En dan gaan ze dus letterlijk daar... het donkere bos in. Heel erg grappig. Kijk, er is gewoon helemaal niemand, zie je dat? Dit pad is helemaal leeg. Jammer dat dit niet veel groter is, weet je, maar goed. Even doorlopen, jongens. Kijk dan. Let op. Wow. Je kan er helemaal onder de was doorheen kijken. De bovenkant is helemaal beschut. Dit is wel gaaf. Ja, je ruikt het wild. Ja, er zitten dieren binnen, dat weet ik zeker. Kijk, ik zei het je toch? Je ruikt gewoon die geur van die beesten, ruik je. Ze zitten er wel. Ja, die hebben het al lang in de gaten, jongens. Dat ik aan, tegen die camera aan het tetteren ben. Die hebben de oren nu recht omhoog staan, weet je. Deze kant heen allemaal. Wow. Die man en die vrouw die ik toen tegenkwam daar uit het bos, die zei op dit veld staan dieren. Dus het kan zijn dat ze zich verplaatst hebben, hier, dat ze hier in het bos zitten. Kijk, hier ook. Oké, er gebeurt helemaal niets. Normaal als ik op mijn hulken ga zitten, dan hoor ik altijd iets wegschieten. Maar het is een heel, heel erg rustige avond vanavond. Of het kan zijn dat die dieren al merken dat er sneeuwopkomst is. Wacht even. Let op. Heel erg interessant zo'n plek. Kijk hoe je daar van je af kan kijken op die hoogte. Oh, ik wil bijna zeggen te interessant, maar goed. Ja, dit was dat stuk toen Groot-Brittannië over mijn portofoon kwam. Dat was precies daar op dat stuk was dat. Dat was zo super gaaf, jongens. Ik hield mijn hand vol over die antenne. Ik dropte de portofoon op de grond en ik kwam er heel erg hard overheen. Dat station uit Groot-Brittannië. Ik kon hem gewoon op geen enkel mogelijke manier wegkrijgen. Zo hard ging dat. Kijk hier. Kijk naar die vette bosrand. Het ziet er super vet uit. Hoppa, muts afdoen. Wow, nou hoor ik een heel stuk beter. Oké, ik hoor opeens een snelweg, nu ik mijn muts af heb. Wacht even de geluidscheck doen. Hier hoor ik helemaal niks. Dit is helemaal stil, die kant. Het geluid komt achter mij vandaan. Ik kom... Hoppa! De NASA heeft de maan aangezet, wil ik bijna zeggen. Daar is die weer, jongens. Op één keer, bam, en hij verschijnt. Grappig. Laatst kon ik de onderkant van de maan zien. Kon je gewoon de kraters filmen aan de onderkant. Ja, dat was dit stuk. Ik kwam toen hier het bos uitlopen. En dan was ik ongeveer op dat stuk zo. En je ziet het aan de verhoging. Kwam hier heel hard Groot-Brittannië binnen op de portofoon. En dat was op dit stuk hier zo. Precies hier was dat. Ik kan gewoon een kruis erin zetten. Daar is het gebeurd. Grappig, jongens. Het is heel erg stil in het bos. Mensen gaan weekend vieren, jongens. Ze gaan allemaal naar huis. Kijk dit. Daar loopt het ook omhoog. Daar zit zo'n eiksteen, zeg maar. Een Rijksdriehoeksmeting zit daar achter in het bos. Daar ben ik toen ook een keer wezen kijken. Dat is trouwens een heel mooi stuk. Oké, goed. Wij gaan hier weer verder lopen.
Gaan we naar huis, gaan we deze video eventjes inplannen voor 23 uur 45 vanavond. Gaat dat lukken? Nee, dat staat er alleen ingepland. Ja, deze gaat dus ingepland worden waarschijnlijk voor vanavond. Vannacht 1 uur misschien. Of ik zet hem op 23 uur, dat weet ik ook niet. Een van die paar tijden. Ik denk dat ik hem op 23 uur zet. En dan komt die andere er gewoon pal achter, zeg maar. Yes, deze video is gemaakt voor 23 uur vanavond. We zijn eruit, jongens. Niet lang nadenken, gewoon erop zetten. Klaar, uit. Wow. En dan is hij tenminste ook door de, 4K, door de HD-verwerking komt hij dus helemaal goed heen. Dus als het goed is, kunnen jullie hem op vol HD kijken. Oh, grappig, jongens, hier. Ja, dit was toen die plek waar toen die hooglander stond. Toen kwam die hooglander eerst naar mij toe, kwam hij aan mijn jas ruiken en toen ging hij het bos in. Verdween die hier. Heel erg grappig, jongens. Kijk eens eventjes. De maan. En dan krijg je zo dadelijk als we in de stad zijn, als we aan het inkopen zijn, weekend inkopen, dan staat daar de maan. Dan heb je waarschijnlijk ergens aan de andere kant heb je Mars en Venus staan. Laatst stonden ze precies onder elkaar. De maan, Mars en Venus. Dat was toen heel mooi. Ik zal eens even kijken vanavond. Misschien dat ik morgenavond tijd heb om naar een hele hoge plek te gaan. Om eventjes te kijken of ik Mars en Venus kan filmen. Dan hoop ik niet dat ze op zo'n stuk, want ze gaan waarschijnlijk steeds dichter komen ze bij elkaar. Is mijn schatting zo ongeveer. Maar ik wil kijken of ik die ringen kan filmen van die planeet. Dat lijkt me ook wel heel erg vet. En het statief heb ik thuis al in de gang staan. Ik moet alleen even kijken of ik zo'n hubje kan krijgen voor onder de camera. Of ik draai deze van deze camera eraf. Nee, dat is in de schroef in, dus dat gaat niet. Even kijken. Ja, ik moet die andere hebben met dat draaidopje eraan. En die zet ik eventjes onder die goede camera met die goede telelens. En dan zal ik eens even kijken of ik hem op een heel vast punt kan zetten. En of ik dan kan inzoomen op Venus en Mars. Ik ben heel benieuwd wat mijn camera gaat filmen. Daar ben ik nou wel benieuwd naar. Het hele stille, donkere bos. Grappig, jongens, dit. Wow. Kijk eventjes hier naar deze omgeving, hoe dit eruit ziet. Wow, heel erg grappig dit. En ook grappig dat we weer een video voor het kanaal hebben kunnen maken. Dat had, dat was eigenlijk bijna niet gelukt. Ik denk van, hey, wacht eens even, jij gaat mooi naar buiten. Verplaats je die opruiming van je kate, verplaats dat maar naar vannacht. Ik heb al een heleboel zakken weggedaan met spullen. Die zijn dan aan de container gebracht, zeg maar. Oh, wacht even, een melding. Eén moment, wat gebeurt er nou weer? Yes, we hebben het doel bereikt. Nee, het is net te laat. Oh, wat heb ik gedaan? Ik heb het doel bereikt, maar ik weet niet wat. 10.000 stappen of niet? Oh, wacht even, 6 keer omhoog, 10.000. 25 stappen. Zijn we al overheen. Hé, hey, maar waar is die andere gebleven? Oh, wacht, er staan twee meldingen. Oh, wacht even, plus 3.266. Voor dit stuk. Oké, grappig. Nou, kan ik vanavond weer aftikken. Ja, het is een ijskoude lucht die hier het bos uitkomt. Eén moment, ik drop de camera even op de grond. Eén moment.
Hoezo? Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn muts weer opgezet. Dat is bijna niet te doen. Als je dat ding af hebt, dan heb je... Zo, dan markeer je bijna echt wat, jongens. Wow. Zo koud opeens. Oh, let op. Zie je dat? Je komt weer heel iets hoger uit het dal. En hij pakt me weer... Oei, wat is dat? Eén moment, wat is dat daar? Nou hoop ik dat dat de wind is, want ik hoor opeens allemaal heel... Een soort gekraak hoor ik. Maar even afscannen. Het kan zijn dat er een hooglander loopt of iets. Ja, ik zie in ieder geval niks. Geen idee. Ik hoop dat het de wind is. Er is een ingang. Voor de nieuwe kijkers die dit nog niet weten, let op wat er zo in de video gebeurt. Ik wil bijna zeggen spectaculaire beelden, maar dat doe ik niet, omdat ik hier best wel vaak kom. Kijk even wat hier staat in het bos. Dat object. Kijk, hoe low kan een mens zinken? Hoe laag kan een mens zakken, staat hierop. Kijk hier. Deze vette ingang, jongens.